Dit is goed gespeeld. Kluivert weg. En krijgen we daar de 1-0? Ja, het is 1-0. Nee, buitenspel. Nee, dit feest gaat niet door. Op advies van de assistent scheidsrechter. Maar wel weer een goede aanval van Ajax. Is het buitenspel? Ja, het is buitenspel. Ook Ajax heeft meteen druk. Dan gaat er wel eens wat fout in de opbouw bij Eindhoven. Hier dus. De fout van der Buijs en het loopt goed af. Hij was gevaarlijk, Sierhuis. Horsten. Druk van Dankelui. En dus de bal kwijt. Sierhuis, Van de Beek, Mazraoui, vrije trap. Op een aardige plek. Sprokkel met de overtreding. Van de Beek, Van de Beek. Mooie poging. Allemaal. Goed gedaan door Eindhoven dit. Horsten. Allemaal. En Alblas. Het eerste schot in de wedstrijd van Eindhoven. De Jong. Dit is goed gespeeld, De Jong. Goed de buitenkant gezocht. En daar is een fantastische goal. Ja, wie anders dan Sierhuis. Vorige week scoorde hij hier 2 tegen Achilles. Dinsdag 2 tegen Kiev. En vanavond is het eerste voor hem. Ja, je voelt het gewoon aankomen. Ja, Horsten is helemaal zijn man kwijt. In dit geval Sierhuis. En er staat dus 1-0. Kluivert. Roel nu bij hem. Kluivert naar binnen. Sierhuis. Sierhuis. Ja, als het zo blijft, dan blijft die bronzen stier hier dus in Amsterdam. Vloed. Nou, komt daar de gelijkmaker aan? Nee! Lieder bijna en dan in de naastoot wel de gelijkmaker. Het is Uiterlo. Uit het niets. Komt Eindhoven dus op gelijke hoogte in de 52e minuut. Erbij gekomen voor Alemão, Uiterlo. Alblas ja, in eerste instantie wel. En in tweede instantie koel binnengetikt door Uiterlo. Van der Beek. Handig balletje. Kluivert. En nee, Sierhuis niet. Is een aardig driehoekje. Nouri doorzien door Horsten. Kluivert. Kluivert. Ah, lekker actie. Kluivert. Ja. Heerlijk. Krijgt terecht applaus hier. En weg is Horsten. En een goede reflex van de doelman van Eindhoven. Nou, bij de tweede paal. Nee. Sierhuis was daar. Nouri. Met Vloed bij zich. Nouri. Een inworp. Er ligt nog een speler van Ajax. Volgens mij is het Nouri na die actie van Vloed. Walian is de vervanger van Nouri, die dus even heeft meegespeeld. Mazraoui. Eiting maakt ruimte. De Ligt. De Ligt. Nou, nu dan. De Ligt. De Ligt. Ja, die mocht wel heel ver komen, de centrale verdediger van Ajax. Keizer en Heitinga. En Lieder. Als je hem goed raakt met het hoofd, is Alblas gezien, denk ik.
Goeie actie van Kluivert. 1-1. Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong via Sierhuis. En in de tweede helft een paar goede wissels. En dat bezorgde dus de gelijkmaker aan de kant van Eindhoven. Doelpuntmaker uit te lopen. Zo wint Ajax voor de vierde maal niet op de toekomst van Eindhoven. Historisch moment, want dit is voor het eerst dat jong Ajax een periodetitel pakt in de Jupiler League. Genoten van jullie. Vanavond hebben we iets beter gemoeten, maar ja, oké. Maki? Lekker door. Even loeschouwen. Goed zo. De periode binnen, maar wel gelijk gespeeld. Maar toch wel een felicitatie, Bart, hè? Ja, ik denk het wel, want na de derde periode zijn we een van de beste. Dus nu de bronzen tier gekregen. Dus dat is hartstikke mooi. Dus ja, wel een compliment waardig. Maar we wilden graag deze wedstrijd ook winnend afsluiten. Dus een beetje een dubbel gevoel. Hoewel het inderdaad voor andere clubs, een Volendam noem ik maar, een NAC of een Cambuur, een groot feest zou zijn zo'n periode. Dat is voor jullie heel anders, hè? Ja, wij kunnen natuurlijk niet naar de Eredivisie promoveren. Dus het is wel anders, maar ja, het zegt wel wat over ons. En op de weg, of over de weg ja, die we bezig zijn, zeg maar. Dus daar ben ik wel trots op. En ook al maak ik nog maar net onderdeel van het team uit, ja, vind ik het hartstikke leuk om deze prijs te pakken. 1-1, is dat een felicitatie waard voor jullie? Ik denk het wel. Ik denk de eerste helft zaten we nog in de bus. En de tweede helft richtte ons op. En ik heb hier ook ploegen echt af zien gaan. Met 7-0 weggespeeld. En daar leek het wel op. En dan moet je in de rust de orde op zaken stellen. En we hebben goed gereageerd. Wanneer vier je nou een feestje bij jong Ajax? Ik hoop aan het eind van het seizoen dat er een heleboel spelers bij Ajax bij het eerste aan mogen sluiten of gedebuteerd zijn. Ja, want is dat niet moeilijk voor jou als trainer dan? Dat je daar eigenlijk alleen maar mee bezig bent? Nee, want we presteren ook goed. Vandaag was het niet goed, maar we presteren wel goed. Dus dat erbij is, maakt het heel leuk.